FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw Volendam. Doelman Joey Roggeveen heeft inmiddels 16 duels voor FC Volendam achter zijn naam. Bij de keeper overheerst een positief gevoel over die periode. Ja, ik denk dat ik er goed in zit. Ik denk dat ik veel mooie potjes heb gespeeld voor Volendam. Af en toe wat potten waar het minder ging. Ik werk hard om dat zo goed mogelijk te krijgen. Ik ben sowieso een keeper die wat met veel bravoure speelt. Dus ik vind het niet lastig om wat hoger uit mijn goal te spelen. Om te komen bij voorzetten, om bij corners te komen. Dus ik denk dat je daar het goed kan zien. En ik denk dat je dan kan zien dat ik lekker in mijn vel zit. Roggeveen werkt hard om zichzelf te blijven verbeteren. Ja, ik denk dat het bij mij voornamelijk is met de focus vasthouden. Als keeper zijn moet je toch 90 minuten lang gefocust zijn. Ja, ik zorg zo dat ik elke dag op training echt daarop heel erg op let. En daarbij heb ik altijd goed contact met de staf. Dus het is zeker een aandachtspunt van me. Zijn we mee bezig met z'n allen. De doelman kijkt veel beelden terug en doet daar zijn voordeel mee. Ja, zeker weet ik. We hebben een mooi programma, Insta deed het. We kunnen onze beelden op terugzien. En ik elke keer naar de wedstrijd kijk, dan analyseer ik het met Edwin Soetebier. En daar ook bij met de trainers, dus dat wordt zeker gedaan, ja. Vanuit het doel ziet Roggeveen een FC Volendam dat ontzettend goed kan voetballen, maar soms ook wisselvallig speelt. Ik wist velen denk ik echt veruit het beste voetbal in deze competitie, als je het mij vraagt. Alleen het is wel de taak om dat ook om te zetten in doelpunten en in een resultaat. En ik denk dat ik dat af en toe goed doe, maar het is nu nog vaak te wisselvallig, vind ik zelf. En als we op het moment dat we dat beter gaan doen, kijk, dan gaan we echt grote stappen maken als team zijn. De wedstrijd eerder dit seizoen tegen NAC Breda eindigt in een deceptie. Ondanks een goede wedstrijd keerde FC Volendam huiswaarts met een 3-0 verlies. Ik denk dat we de eerste helft toen op voorsprong kwamen, hadden we hem denk ik gewonnen, als je het mij vraagt. Maar het was niet zo, we gingen 0-0 de rust in en uiteindelijk kregen zij 3 goals mee, wij 3 goals tegen. NAC is een goede ploeg, maar als wij het ons vasthouden als toen als de eerste helft, dan wordt het een mooie wedstrijd morgen. Het strijdplan voor komende vrijdag is niet anders dan normaal. We gaan hetzelfde doen wat we altijd doen, we spelen ons eigen spel. En vandaar vanuit eigen principes proberen zo goed mogelijk wedstrijd neer te zetten. Dus ik denk dat dat niet anders is dan normaal. Roggeveen ziet zichzelf nog langer onder de Volendamse lat staan. Ja, dat is lastig. Het blijft natuurlijk voetbal, we weten het niet. Dus ik sta hier sowieso vast op de zomer. Ik lig hier vast op de zomer. Vanuit daaruit zien we verder. Ik zit er in ieder geval hartstikke lekker in. Ik heb het naar mijn zin hier en we gaan het zien. De wedstrijd FC Volendam NAC Breda is live te volgen op ESPN. Het Twitter-account @FC Volendam en de story op Instagram.